Zijn er een touw gedaan of zo? Mm-hmm. Zo'n dun touwtje. Sowieso zit gewoon iemand aan een touwtje te trekken. Ja, 100%. Hier, er komt zelfs iemand bij kijken, zie je dat? Ja. Dat is heel apart. Zo raar. Ja, hè? Jezus! Tom, Jezus Christus, ik zei dat als er even ieder andere Kimox komt. Jezus Christus. Yo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Floris en vandaag heb ik voor jullie weer een nieuwe reageren op video. Vandaag dus weer een nieuwe reageren op video en dit keer ben ik niet alleen. De vorige video, dan moeten we een stukje aan de kant, dat was deze video. Dat was samen met Indy, dus heel goed bekeken, dus super bedankt ervoor. Vandaag ben ik samen met Wesley. Welkom dat je er bent. Ja, dankjewel. Wij gaan vandaag reageren en de vorige keer hadden we op memes en dat was echt geniaal. Maar vandaag iets serieuzer, we gaan vandaag reageren en dan gaan we proberen niet te schrikken. Nou, we hebben hier al verschillende filmpjes staan zoals jullie kunnen zien. Je ziet mij iets dichterbij in beeld namen. We hebben hier al verschillende filmpjes en het eerste filmpje dat is dit filmpje. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Waarom like ik hem? Dat is waar. Oké, ik ben heel benieuwd. Ik zie wel iets bewegen. We zien iets bewegen. Kun je de stoel zo lekker weg? Dat is wel raar. Vanuit een anti-climax komt. Dat is scary. Ze zijn met een touw gedaan of zo. Zo'n dun touwtje. Sowieso zit gewoon iemand aan een touwtje te trekken. Ja, 100%. Hier, er komt zelfs iemand bij kijken, zie je dat? Ja. Dat is heel apart. Zo raar. Ja, hè? Jezus! Tom, Jezus Christus, ik zei dat als er even niet zo'n anti-climax komt. Jezus Christus. Ja, doe die. Oh, dit wordt ook weer erg. Nee. Ik schrok de eerste video in schokken, maar wat is dit? Schrikzone. Dat betekent niet voor goed. Nee. Sowieso schrikken we dan. Ik wil het zeggen, zometeen schrikken we ons helemaal te pleuris. Dit was niet aan. Niet schrikken. We zien een meisje eten. Nee, dit wordt ook heel erg. Maar wat gaat er gebeuren? Dat is natuurlijk. Oh, en weer doodschrikken. Sowieso. Sowieso schuift die bank dan ook weg. Sowieso. Ja. Hier, zeg je dat ze kijkt naar boven? Ja. Nee. What the fuck? Dit was heel raar. Probeer nogmaals niet te schrikken. Oh, hè? Huh? Oh, dat is raar. Je zou maar aan het schoonmaken zijn. We zien hem meestal nooit zo. Jezus Christus. Zo, hey. Schrok je? Schrok mij kapot. Ik schrok niet. Oh, ik wist gewoon dat er zoiets dom zou komen. Eén filmpje, niet schrokken. What the fuck? Wat is dat dan? Wat de hel? Dat was zo'n meme iemand waarschijnlijk. Oh ja, de. Oké, de kwaliteit is af en toe een beetje apart, maar... Zo. Soms heb je gewoon filmpjes op YouTube staan en denk je even, wat de hel is dit nou weer? Huh? Dat is ook weer zo. Schrok je? Ja, ik schrik daar gewoon. Ik schrik niet. Hoe dan? Oh mijn god! What the fuck? Zo, doe normaal joh! What the fuck? Ja, subscribe voor mooi, ja, dikke vinger. Ja, doe die eens? Deze? Ja, die! Die heb ik nooit helemaal afgekeken. Maar hoe lang duurt die? Ja, hier zie je het. Ja, die mensen denken. Ze hebben zeg maar een camera opgehangen op de locatie en ze denken dat daar spoken gespot zijn. Oké, raar. En dat is dus echt.
Dit is letterlijk echt. Wat? Oh, er zit een draad achter. Oh, what the fuck? Daar valt nog iets op. Een naad in de vloer. Oh ja. Ja, zie je. Alert. Iemand zit aan de touwtje. Dat is alert. Raar. Dat kan, hè? Dat is zo raar. Hoe sukkel ben je ook? Maar zo schrik je wel echt de pleuris, hoor. Raar. Zo schrik je echt de pleuris, hoor. Ja, als ik zoiets zou zien, dan zou ik denken, wegwezen hier. Ja. 3 minuten. Filmwerk op BLEPO. Hij zou het denk ik wel niet mensen die daar mee hadden gedaan. Oh ja, het spookhuis. In een dorp waar nooit iets gebeurt, staat aan de rand van het bos een geheimzinnig huis. De avontuurlijke José weet er binnen te dringen. Ze vindt het spannend en heel leuk. Ze vraagt haar vrienden Tjeerd en Dick mee om op speurtocht te gaan. Oh nee, dat is zo dom om dit te doen. Dit is dom. We gaan er nooit in. Hoe gaat dit aflopen? Wordt het sluimerende dorp opgeschrikt door huiveringwekkende gebeurtenissen? Kan jij verstaan wat hij gast zegt? Nee. Bijna niet. Zo, die ogen van jongen. What the fuck? Ja, maar dat is ook gewoon dom, hè? Waarom ga je daar überhaupt naartoe? Ja, dat is zo dom. Ja, dat is een grafsteen. Dat is niet goed. We zullen het helaas nooit weten. What the fuck? Dat is raar. Oh, deze leuk. Deze heel leuk. Welke? Deze. Oh nee. Oh nee. Nee, niet deze. Ik weet dat er zo... Ik weet nu al wat er gebeurt. Oh, die is fucking mooi. Die is zo bekend. Hij is bekend. Hij is bekend en oud. Ja, en die clown. Blijf goed naar het middelste punt kijken, jongens. Oké. Okay. Blijf goed naar het middelste punt kijken. Dat is die punt, die grijze bolletje dus. Ja. Blijven kijken. Nou, we gaan niet wegkijken. We gaan niet wegkijken. Ondanks daar wel knippen, maar dat komt omdat ik dat sowieso al wil doen. Dit duurt echt 1 minuut en 24 seconden, hè, dus... Ja, maar zie niks. What the fuck? Wat is dit voor een stom? Ik wil echt eng. Pennywise, serieus? Focus on one point. Okay. Focus op één kant. Oh, ze staan stil op een gegeven moment. Zie je dat? Ja, maar kijk maar eens goed in het midden. Moet je maar eens goed in het midden kijken. Wat kut. En kijk nu naar die linkeronderste. En dan stoppen ze. Wat een kutvideo's. Ik wil zo'n echte dat we echt schrikken.
engste filmpje ooit. Oké, engste filmpje ooit. Het moet... Er moet eng zijn. Schrik niet. Zeg het voor mij. Hier komt ie. Naar het antiklimaat. Cringe! Fucking hell, hoe kut kun je het hebben? Ik doe het ooit, what the fuck? Ja. Clickbait. GoPro's. Wacht, dat is nog allemaal om te zien. Ze kan het gewoon voorbereiden. Nog camera's, deur op slot. Kijk ook echt hoe vaak komt die kombe kan bouwen. Dat is wel grappig. Oh, oh nee. Dat vind ik wel echt heel sick gemaakt. Dat vind ik echt knap gedaan. Dat vind ik heel knap gedaan. Ja, maar weet je wat het ook het leukste is? Nou. Ze hebben gewoon echt gewoon alles gewoon goed voorbereid. Ja, daarom. Dat is het mooie. Ja, dat is zo mooi. Nou, dames en heren, deze schrik momenten en reacties, dat werkt me op het hart. Plus, het is echt al super warm en we zitten hier op mijn kamer en het is echt poepen warm. Ja, bloedje, het is niet normaal. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Wesley, bedankt voor het meedoen. Graag gedaan. Heel erg bedankt voor het kijken. Vond je deze video nou leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Het kanaal van Wesley staat hieronder in de beschrijving. En als je dan toch hier naar onder gaat, vergeet dan even niet te abonneren. Als het knopje rood is, dan kun je erop klikken. Dan wordt hij grijs. En dan kun je daarna ook nog op het belletje klikken. En dan kun je hem op alles zetten. En dan ben je op de hoogte van andere video's. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Laat even in de comments weten of je nog meer van dit soort reageren op video's. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende video. Later!